Stel je voor, het is een snikhete dag en je loopt door de stad. De lucht om je heen lijkt te trillen en de warmte heeft als een verstikkende deken om je heen geslagen. Je vraagt je af, waarom is hier eigenlijk zoveel warmer dan buiten de stad? Dat komt door het hitte-eiland-effect. Het hitte-eiland-effect is het fenomeen waarbij stedelijke gebieden gemiddeld warmer zijn dan landelijke gebieden, zoals hier. Het verschil in temperatuur kan een paar graden zijn, zowel overdag als 's nachts. Er zijn een aantal redenen voor het ontstaan van een hitte-eiland. Steden bestaan voornamelijk uit asfalt, beton en stenen. Deze materialen absorberen de zonnewarmte overdag en 's nachts wordt het weer langzaam afgegeven. Hierdoor blijft het een paar graden warmer in de stad. Ook is er relatief weinig groen in de stad, terwijl bomen en planten er juist voor zorgen dat de omgeving afkoelt. En dat komt door een proces waarbij waterdamp vrijkomt uit bodem en planten. Ook het energieverbruik in stedelijke gebieden draagt bij aan het hitte-eiland-effect. Denk bijvoorbeeld aan auto's en zeker ook airco's die veel warmte afgeven. En die airco's? Daar gaan we nog even dieper op in. Hoewel een airco binnenshuis verkoeling biedt, verplaatst het de warmte naar buiten, wat weer bijdraagt aan het hitte-eiland-effect. Er ontstaat een vicieuze cirkel. Hogere buitentemperaturen zorgen voor meer gebruik van airco's, wat weer leidt tot hogere temperaturen. Daarnaast speelt ook de indeling van de stad een rol. Hoge gebouwen en smalle straatjes zorgen voor een beperkte luchtcirculatie. De warmte stapelt zich op en kan niet weg. Hoge temperaturen zijn vervelend. Je energiekosten gaan omhoog en gezondheidsproblemen zoals uitdroging, stress en hartfalen komen vaker voor. Gelukkig kunnen we maatregelen nemen om hitte in stedelijke gebieden te verminderen. Denk aan het aanplanten van groene daken of het aanleggen van meer groen. Ook het gebruik van lichtgekleurde bouwmaterialen kan een oplossing bieden. Bovendien kan het creëren van open ruimtes in de stad de luchtcirculatie en warmteafvoer verbeteren. Wordt de hitte van de stad jou ook te veel? Zoek dan verkoeling in het groen. En abonneer nog even op ons kanaal voor net dat extra beetje verkoeling. Dat ga ik nu ook doen.